Feliz Sabbat para un itur. Een gezegende Sabbat voor een ieder. Scontento di porta a chi non via mas, un tucurubano. Ik ben blij dat ik vandaag hier aanwezig kan zijn. Algun cara non conosci. Zijn bekende gezichten. Algun cara non desconosci. Maar zijn ook onbekende gezichten voor mij. Bueno, promegonos baiden e palabra di Dios. Voordat we in het woord van God gaan. Laten we een palabra di oración cortico. Dan gaan we in een kort gebed. Als we aan ons gewis. We buigen onze hoofd. Tare di amor, nel momento na che Signor, bo palabra de bevor abri. E nós te pedimos, Senhor, para opor usar-me com Vicky, Senhor, para assinar durante a nossa palavra não exato para transmitir ao povo. Senhor, a vou conhecer a necessidade de cada pessoa sem dar aqui dentro e não que da volta também online. Senhor, a vou saber exatamente o que cada um de nós temos de. Porque no momento na que o Senhor toma over completamente e para nós por terminar, Senhor, maneira que para a mensagem terminar. Mas comecei a você, Senhor, terminei a você. Nós te pedi, Tata, e dependendo de você, nós te pedi isso aqui em nome de Jesus. Amém. Ok. Alguns de vocês, talvez, por a volta. Misschien hebben een paar van jullie het gevolgd. We zien ook op het schema, dat is thema nummer 16. Voor deze waren er 15 andere thema's. Oké, dus jaren zag het een serie daar. Dan weten we ook dat het een serie is. En ieder die de andere thema's inclusief deze wilt hebben. Sowieso per contact me wat aan je tour. Kan contact met me opnemen en dan krijgen jullie alles. Sowieso het tempo te corridor, dus met tinko skip varios kos. De tijd gaat heel snel, dus ik moet bepaalde dingen overslaan. Dus met de kwe, manier die ons moestra alweer zijn ons te kwe. Wat God me laat zien, daar zal ik nu over spreken. Alright, nos te mira het titulo. We zien de titel. Het is de ora kwe pro me angel grita, fe speranza amor. Wanneer de eerste engel roept, geloof, hoop en liefde, welke is beter? Oké, zijn we bij deel kunnen hebben meenten. Dat is waar we vanochtend over gaan praten. Of alweer dia. Of vanmiddag. Ja, het is juist van zand, verhaal. Het is al 10:50. Oké. Bueno, ora nos wak, rive pantalla, nos te mira, nos tour conoce mensaje die tres angelen. Als we op het scherm kijken, zien we boodschap van de drie engelen. We kennen het allemaal wel. Juist. E ora nos mira algo da resultado em cada um de três nangaki. And we seen that elk van die boodschappen een resultaat heeft. Het is een effect van iets. Juist, we zijn ora bewaak als de die kwater angel. Als je ziet, zelfs de vierde engel. Oké, wat het is dat cambiando, juist. Ora bewaak als de die kwater angel, de Revelation 18. Zelfs bij de vierde engel in Openbaring 18. Nos te mira ku eigenlijk cada uno di nang te papje na bos halto. Merken we dat ze allemaal met een hoge stem praten. Ze schreeuwen. Manier, juist. Of orde manier te praten wie en ella grita con voz poderoso. Zoals er staat, hij schreeuwde met een machtige stem. Oké, dus e angelan qual te representa mensajero. Dus de engelen die staan voor de boodschappers. Dan nota papiando con voz suave. Dus ze praten niet met een zachte stem. Dus ora cu e menciona cu e grita. Dus wanneer er staat dat hij schreeuwt. De andere palabra te demonstrar que tem uma urgência. Dus dat betekent er is een spoed, er is een urgentie. Oké, dus imaginavo si el lugar aqui na candela. Stel je voor dit gebouw staat in brand. En toen we in de jega, het is romana saliva forte. En iemand komt en die persoon zegt, broers en zusters, we moeten eruit. Juist. Iedereen blijft zitten. Maar iedereen denkt, wat voor rare broer of zus is dat? Wat is er mis? Maar als hij opstaat en schreeuwt, iedereen is dan meer alert en zegt, hey, wat is er aan de hand? Dus in dat opzicht schreeuwen de engelen ook. Oké, okay, maar voor mij engelen wie ze e ora di su visio a llega. De eerste engel zegt, de uur van zijn oordeels is gekomen. Oké, okay, dus ik grita mento te panosa ku algo a tuma lugar. Het geschreeuw laat zien dat er iets plaats heeft gevonden. Oké, okay.
Dus ahora no están vivos hombre ángel de mensajero. Dus vandaag, net als de engel die een boodschapper is. Wij moeten ook met een luide stem praten. Juist, dus in manier de wijze, het pueblo de Dios, de mensajero, dan meester Hasi, of kijk naar meester Hasi, segundo scriptura. Dus het volk van God, de boodschappers van God, okay. Wat moeten ze doen volgens het woord? Oké, waar komt Isaiah 58, 1 te abonné? We gaan kijken wat Jesaja 58, vers 1 zegt. Kom je de wijze? Wat zegt hij? Grita duro, no tiene ding. Hij zegt, spreek luid, hou je niet in. Halse bobos, manera trompet. Zet je stem hoog zoals een trompet. Y muestra mi pueblo nan transgresionan. En laat mijn volk hun overtredingen zien. Y ekasi die of ekasi Jacob nan pikana. En het huis van Jacob hun zondes. Dus wat meer het eerste in testament bio de novo eta papia di grita duro. We zien zelf dat in het Oude Testament ze spreken over schreeuwen. We gaan kijken waar luid praten voor staat. Kan je je voorstellen, je gaat evangeliseren. Je komt in iemands gezicht en je schreeuwt in zijn gezicht. Is dat wat de engel bedoelt? Je zet een microfoon en zet de speaker in zijn gezicht en zet het op luid. Grito. En een geschreeuw. De laatste baby de ze gaan zeggen de laatste keer dat deze persoon hier komt. We zeggen ze, dit is een huis van gekke mensen. Oké, juist. Maar in welk sentido het is ons grita duro? In welke opzicht zegt hij, spreek luid. Zijn we klaar om een andere kant van het boodschap te bekijken? We gaan vanmiddag ernaar kijken. We zullen wijzen in Joel 2:1, die met een sentido. Want hij zegt ook in Joel 2, vers 1. Supla trompet na Sion. Blaas de trompet na Sion. E laga alarma zona riba misero santo. En laat de alarm luiden op de heilige berg. E laga ter of tur habitante di terra tembla. En laat alle inwoners van de aarde beven. Waarom? Pa sombra e dia di Signor ta bini. Want de dag van de Heer is gekomen of komt eraan. Seguramente ta cerca. Het is heel dichtbij. Oké. Okay. Dus nos tamira in meum contexto de Joel. De Isaías, de Revelación. Dus in zowel Joel is Jesaja en Openbaring hebben ze dezelfde context. Wat gebeurt er als we besluiten om het niet te doen? Wat vraagt of vergt God van ons? We weten het allemaal, of niet? We weten toch wat God van ons vergt en als we het niet doen, wat er gebeurt? Want ze zeggen, uw bloed wordt van u vereist. Dat betekent, daarom moet het volk van God vandaag degene zijn die de wereld opwekt. Hij zei als eerst, wek het huis van Jacob op. Jacob, Israël. Jacob, Israël. Pueblo de Dios. Volk van God. Si nos te quiere con nuestro pueblo de Dios. Als wij geloven dat wij het volk van God zijn. Dus nos tengo guardo despierta. Dus wij moeten opgewekt worden. Of met een skipe tekst. Of moet ik deze tekst overslaan? Perto para escribir. Maar het staat geschreven. Dus precies Bijbel is in ons de Hechos capítulo 1. Daarom zegt Bijbel in Handelingen 1. Con una antiguo comisa promé. Waar moeten ze als eerst beginnen? Naar Israël toch? Bij Israël, waar of niet? En daarna naar buiten. Waar begint het oordeel van God? In het huis van God eerst. Ezekiel capítulo 9, también te dona bij mij un contexto. Ezekiel 9 zegt hetzelfde. Den revelación también te dice levanta y mide el templo. En Openbaring zegt hij ook sta op en meet de tempel. Y es nanco ta adora denje. En de mensen die daar binnen aanbidden. Awe mide no son bien pa adora denje. Zijn we niet vanochtend gekomen om binnenin te aanbidden? Kemendi emidimento tengo comisa seca nos promé. Dus de meting begint bij ons eerst.
Daarom zegt hij, met dezelfde maat die jij meet, zal je gemeten worden. Ja, is que mandi e vicio de comisata, perché e reprensione mi se bin promè, pa nos como povero di Dio. Het oordeel komt, dus daarom komt de berisping eerst voor ons als volk van God en dan naar buiten. Ja, is que mandi spiertamento mi se tuma luogo. Dus we moeten gewaarschuwd worden. Di congo sono e ora di su vicio aiega. Want de tijd van zijn oordeel is gekomen. Ah, we imaginavo si Dios visa, okay, la que pueblo bai maneta bai numa. Zij voor God zou zeggen, laat de volk gewoon gaan hoe ze gaan, laat ze gewoon. I e momento llega cubo nomber passa dinge vicio. En het moment is gekomen en jouw naam gaat door oordeel. Cinco varis vis piertamento. Zonder dat je waarschuwingen hebt gekregen. Ante ora bo wordo declara fallo. En wanneer er dan fouten zitten of dat je te licht bevonden bent. Dan zeg je toch, liever had Steven me gezegd over of mijn toestand. Wendell, of broeder Wendel. Of Osli. Of Osli. Of de Romano goed te predica. Of alle broeders en zusters die preken. Hebben ze me niet kunnen vertellen over de situatie waar ik in leef. En nu is mijn naam door oordeel gegaan en ik ben te licht bevonden. Daarom zei God, laat het niet zo zijn dat het bloed van een ander op jouw geweten blijft. Oké, okay. We gaan dit vertalen naar Nederlands. Aan papiment. And this is now good in Holandees, poor less in English. Zijn we te komen in Holandees, poor less in English. Ja, degene die Nederlands verstaan, mogen het lezen van het scherm. En anders gaat het naar Nederlands. Sí. Sí, nunca notaba dat hij un necesidad, nunca notaba dat hij un necesidad más grande, Despiertamiento fiel. Anto di seca maniera e tempo con nostra biba ding ahora qui. Satanás abine bau cu gran poder sabiendo cu su tempo ta cortico. E ta passando ronde mundo papeando fabulonan anto e pueblo di Dios ta papia gusta pa papia cos neci cunan. Pica e iniquidad no ta wordu atende. Dios ha mostrado que el pueblo de Dios está más firme y determinado de un esfuerzo para salir fuera de la oscuridad. Más cerca el trabajo del Espíritu de Dios tiene que estar para trabajar para el pueblo de Dios más que nunca. Estupidez me se vuelve a botar la banda, nos me se lanta a mostrar. Lanta y para sino destrucción lo acaba con nos. Satanás está hopi poderoso, es un influencia hopi poderoso riba nos mente. Predicador nan y gente está den peligro para wordo hanya para tuma parte para oscuridad. No tiene un cos que wordo llama un posición neutral. Nos me separa firme anto nos me se dice di chi cota robes. Cristo abisa, es cu nota cumita contra mi, anto es nan cu nota junto lo wordu plama. Mateo 2:30. Yes. Okay. Dus je zei ta palabra dan serio di nostro man Ellen White. Dat zijn serieuze woorden en een waarschuwing van onze zuster White. Oké, okay, dus diavo saco su tempo te corto maniera de visa. De duivel weet dat zijn tijd kort is. Oké, okay, dan zijn je in Revelation 2:2. Dat vinden we in Openbaring 12:12. Que saco su tempo te corto. Dat hij weet dat zijn tijd kort is. E também em 1 Pedro 5:5 também te visa nos. En 1 Petrus 5 zegt hij ons ook. Oké, okay, cu versículo 8, cu diavo te parama ni un leon cu te grunia buscando quien e po devora. In vers 8 zegt hij, de duivel staat als een leeuw om te kijken wie er kan verslinden. En dan in Juan 10:10, het is een ladron op een paar harten mata,
e distruir. En in Johannes 10:10 zegt hij, de dief is gekomen om te stelen en te beroven. Juist. Wordt een keer in de muur dat ze chance doen ons? Denk je dat de vijand grappen maakt met ons? Dat is zijn meest Dios te wissen aanweken hoe experiment om ze te omlogen. Daarom zegt God dat het waarschuwen en het opwekken van het volk plaats moet vinden. Juist. No kutat nos te mio of nu in het mio ku otro. Het is niet dat de een beter is dan de ander. Pero simplemente Dios custima nos. Maar het is simpelweg dat God van ons houdt. Y equipa nos llega en arrepentimiento, convertimento. En hij wil dat we dan bekeren. Te man despertamento aquí para nos. Hij stuurt de waarschuwing voor ons. Masino nos propone nos mis ready pa ora que nos nombre pasa. Zodat we klaar zijn voor wanneer onze naam door het oordeel gaat. Ora us logicamente ora que aprobación será. Dus tot op het moment, of voor het moment dat dan de genadetijd sluit. Juist, dus we preguntar bien egritamento duro e kiko etanifica. En nu komt de vraag, wat betekent het luide geroep of het geschreeuw? Juist. Dus misschien ook Paulus de wijze genade in 1 Corinthians 4. Net als Paulus zegt in 1 Corinthians 14 vers 7. Que e palavra na mese wordo produci de un forma clara. Dat de woorden echt luid en duidelijk moeten worden gesproken. En mensen te comprendibel pa gente. Het moet begrijpelijk zijn voor mensen. Wat Dios doet algún gente dom pa explica, de verdad? God heeft mensen de gave gegeven om iets uit te leggen. Otenang pa explica profecía. Anderen om de profetie uit te leggen. No te por nada Dios doet algún dom, diferente dom na. Het is niet voor niets dat God verschillende gaven aan verschillende mensen heeft gegeven. Ato gente que tiene dom pa explica. Die persoon die de gave heeft om uit te leggen, mensen explique cos cla manier età. Moet het duidelijk uitleggen zoals het is. Pues er is responsabilidad de colocar el budget, oh? Want de verantwoordelijkheid is bij die persoon neergelegd. Wat ook weer zo staat wat ik kan met mijn en dan iemand die discipelen. Kijk hoe toen Jezus liep met zijn discipelen tussen de andere mensen. De correcta wat de bisa het tempo te cerca. En hij zei altijd de tijd nadert. Oké, okay, metingo así es obra de un comandami mientras que está de día. Ik moet het werk doen van degene die het nodig hebben terwijl het nog daglicht is. Want hij zegt, de nacht nadert. Wanneer we niet meer kunnen werken. Dus mientras que está de día, nos tiene que trabajar. Dus nu het nog daglicht is, moeten we werken. Que men ahoy nos tiene nos no me se por predica el mensaje de una forma clara en de comprender. Dus vandaag moeten we het dan preken in een hele duidelijke vorm dat men het kan begrijpen. Dus het trompet meester produce un sonido claro. Dus het trompet moet een duidelijk geluid maken. Y dice, si no, ¿quién lo preparaba guerra? Hij zegt, want wie zal dan voorbereiden voor oorlog? Want de tijd zal dan sluiten zonder dat we het weten. Het volk zal blijven slapen. Maar het volk heeft een boodschap nodig om ze wakker te maken. Dat is een gritamento duro, de palabra comprendibel, palabra en klaar. Daarom is het geschreeuw, zijn het luide, duidelijke woorden. Daarom zei ik net, we gaan niet schreeuwen in iemands gezicht. Maar je praat wel een duidelijke taal, maar op een rustige toon met iemand. Ja, is bepalante toch? Zodat die persoon ook wakker kan worden. Maar ora Juan, nos ora Juan también, estaba de bosco te exclama de desierto. Johannes was de stem die schreeuwde in de woestijn. En wat moest hij doen? Preparai camino vasino. Hij moest het weg voorbereiden voor de Heer. Dus nos awe que mensaje di tres angel, qui nos tingo a segune? Dus wij met de derde engelenboodschap, wat moeten wij doen? Preparai camino pa Señor. De weg van de Heer voorbereiden. Maar mire, dus de mijn context orbo wak William Miller nang akitambe. Als we kijken naar mannen zoals William Miller. Etambe in su tempo a prepara el pueblo. In zijn tijd had hij het volk ook voorbereid. Dus hij bientero un lanzamiento de su tempo. Dus er kwam een hele opwekking in zijn tijd. Awo imaginavo co Guillermo Miller a caisinta. Kan je voorstellen als William Miller gewoon zou zitten en gewoon niks zou doen? Ay, me despierte en aquí mes. Ach, ik ga deze mensen niet waarschuwen. El texto aquí lo conta pe. Deze tekst zou voor hem tellen. Isaías 56, 10, te vise su guardia ante ciego. Jesaja 56, 10 zegt, zijn bewakers zijn blind. Kimas, ni un dinang no san nada. Geen van hun weten iets. Nanturta cacho mudo kuno per blaf. Ze zijn dove honden,
Of ja, die niet kunnen blaffen. Stomme honden die niet kunnen blaffen. Nante henne kuta drume bou, blosson je numa. Het zijn mensen die op de grond slapen en maar dromen. Inang ta gusta drume. En ze houden van slapen. Oké, korabon. Awe, een mensage akita generaal. Dit boodschap is voor iedereen, het is algemeen. Oké, dat komt van mijn meest hambe. Het telt ook voor mij. Dat Dios ta papia. God spreekt. De bico wak en nog eens sera gracia cinco amigo de cla. Hij wil genade tijd niet sluiten voordat jij en ik klaar zijn. Wak corda Dios ta mor. Dat zien we de visa. Onthoud, God is liefde, dat zeggen we toch? De se promé Juan 4 8 de visa. Dat zegt 1 Johannes 4 8 toch? Que mensi Dios ta amor. Dus als God liefde is, ta con e poser. Hoe kan hij genade tijd sluiten zonder ons te waarschuwen? Que men tu mele como Señor, vos timami. Zie het als, Heere, u houdt van mij. Ta percebo, ta spiertami. Daarom waarschuw je mij. Oké, we zitten bij een het intendentie die wakke mensagero, lubida e texto. Zo vaak kijken mensen naar de boodschapper en vergeten de tekst. E mensagero, mesti mester di reprensión. De boodschapper heeft zelf berisping nodig. Of denk je dat het een perfecte gave is die we hebben? Nou, ik heb mijn don perfecto, meneer de Wisa. Een hende perfecto die in zijn dagen. Of denk je dat het een perfect persoon is die daar zit? Het is ook iemand die de gerechtigheid van Christus nodig heeft. We gaan niet doen alsof we beter zijn dan anderen. We hebben allemaal gerechtigheid nodig. Oké, dus in qué otro sentido el ángel te grita? In welke andere opzicht schreeuwt de engel? Matthäus 7:29. Toen ze luisterden naar het preken van Jezus. Jesús donando enseñanza. En Jezus ging hun leren. Hermano, wij deden deseado a toda la gente hasta mucha estaba de comprender Jesús, papi. Zuster White zegt in Wens der Eeuwen dat zelfs kinderen begrepen wat Jezus zei. De forma en Jesús estaba de grita. En die vorm schreeuwde Jezus. Toen de pora comprender el mensaje. Iedereen kon de boodschap begrijpen. Oké, pero de visavo no solamente sei. Maar hij zegt niet alleen dat. Estava de sinha na maneira un gente que tem com autoridade. Maar hij ging leren of anderen leren als iemand die autoriteit had. No maneira escribana. Niet zoals de fariseeën en de sadduceeën. Juist, die kon de sombra bijbel wezen en dan de papia. Of predica un cos, pero hace otro. Want zij preekten iets, maar ze deden iets anders. Ze hadden een last gelegd op het volk. Pero na mes no estaba da por ahí son dede pa cargue. Maar ze konden geen vinger opsteken om het te dragen. Oké, ahor. Nu. In qué sentido nuestra predica sin autoridad? In welke manier preken wij zonder autoriteit? Pues ook. Nuestra escucha como se sale bij evangelizar. Wij luisteren, weten hoe we dan moeten evangeliseren. In ons tingo, zie je. En we moeten het doen. Pero waki ko scriptura de vise nos te pasa o bibia kunos. Maar kijk wat de schrift leest en zegt wat er vaak met ons gebeurt. Nos sale fo pa evangelisa. We gaan naar buiten om te evangeliseren. Gente de escuchenos. Mensen luisteren naar ons. Diabel tamme de escuchenos. Satan luistert ook naar ons. And the waki ke spirito de condesta. En kijk wat de geest zegt. Et vise organos llega, Jesús me conoce. Als we aankomen zegt hij, Jezus ken ik. Me conoce un tal Pablo. Ik ken een Paulus. Pero quién habla da? Maar wie ben jij? Di una basale. Waar kom jij vandaan? Amire, quién mota? Wie ben jij? Boaki dus, de otra palabra, hoe bibia nos te predica sin autoridad. Dus vaak preken wij zonder autoriteit. Que me mensaje ta verdad. De boodschap, het klopt. Pero no te llega. Maar het komt niet aan. Dat die verdad nabij saque de mooie dingen in nombre de Jesus. Het was zo dat ze de demon in de naam van Jezus uit wilden drijven. Ja, es que tien poder verdad pa saque. Die de kracht heeft om hem eruit pero te drijven. Nancy, nota por qué. Maar zij konden hem niet eruit drijven. Verdad, nos tien en mensaje die het is angelan. Het is zo, wij hebben de boodschap van de drie engelen. Verdad presente pa nos tiempo. Het is een huidige waarheid in onze pero tijd. Oro qua me llega en tien efecto. Maar als ik kom en ik preek, het heeft het geen effect. Pues zo vaak, de manier de Matthäus 7. Het is net als in Matthäus 7. Versículo 21 en adelante. Vers 20 enzovoort. Señor, un tiempo no hago nos saca de moyo.
Ze zeiden toch, Heer, in uw naam hebben we toch de demonen uitgedreven. In uw naam doen we toch wonderen en grote dingen. Pero chi, signora, visa? Maar wat zei de Heer? Vai for dimi. Ga van mij weg. Nunca mi ha conoscevoso. Ik heb je nooit gekend. Daarom kon de duivel zeggen van, hey, wie zijn jullie? E la bula ribanan. Hij sprong op hun. Dominanan. Hij nam hun over. Poderadinan. En wat moesten ze doen? En ze moesten naakt vluchten van het, huis. Naakt. Zo gaan we zien zo meteen verder wat er gebeurt. We zijn nooit een autoriteit. Want ze hadden geen autoriteit. We zitten bij samen waak. Ik kan haar mannen uit de spreken. Hier legt zussen wijd uit. Met de jisboel en die dingen is ziet. Ik ga alleen delen van de staat lezen. Er is een singe waak. Nog steeds een boopas in manier Juan Bautista. Hij zegt we hebben, zij zegt we hebben werk te doen net als Johannes de Doper. In het spiritu en poder die Elias. In de geest en de kracht van Elias. Waak je? En toch palante ende nans panansali voor die nang condition ire. Om hun, dat ze dan gaan uit de toestand dat ze zitten van dat ze niet heilig zijn. Juist, dus de immersum obra. Het is hetzelfde werk. Dios llama nos por nos hace. God heeft ons allemaal geroepen om hetzelfde te doen. Juist, we zeggen, ora Christus bini. Want wanneer Christus komt, mundo, om de wereld te oordelen, et bius que con, hoe doet hij dat? In justicia. In gerechtigheid. Boake dus, meneer de wisekinan. Juan llama nan atención na onda. Hier zegt hij, Johannes heeft een aandacht geroepen naar wat? Na het 10 mandamenten. Na de 10 geboden. De fase van visa revelation is door je zet. Het is makkelijk om te zeggen Openbaring 12 vers 7. Of Revelation 4 vers 2. Of Openbaring 14 vers 7. Exodus 20. Exodus 20. Santiago 2:10. Johannes 2:10. Sí, nostre, Jacobus 2:10. Matteo 5:17. Matteus 7:15. Nosta e pueblo que guarda mandamento. Sorry? Nosta e pueblo de Dios que guarda mandamento. Wij zijn het volk van God die de geboden behouden. E nos tem o privilégio de ter testemunho de Jesus. En wij hebben de voorrecht om de getuigenis van Jezus te hebben. Pero, maar nos tem autoridade. Maar hebben we de autoriteit? Com qual autoridade nos predicar? Met welke autoriteit preken wij? Waak. Nano por questionar Juan su obra. Ze konden Johannes zijn werk niet betwijfelen. We zeggen na pondre Jesus que qua autoridad botasi lo que botasi. Toen ze Jezus vroegen met welke autoriteit doe je wat je nu doet? En Jesus que kon zeggen Juan. Jezus wist welke. Jesus dijo qua autoridad Juan hace lo que hace. Jezus vroeg met welke autoriteit deed Johannes wat hij deed. Boake como Jesus sa. Of Jesus avisa que Juan também predica com autoridade. Dus Jezus die zei dat Johannes ook preekte met autoriteit. Ora na bute coi de balanza. Toen ze dat in balans hadden gezet. Na acorda ribe pueblo con antin Juan como profeta. Hadden ze gedacht van, oh ja, de volk ziet Johannes als een profeet. En die, oké, Jesus, Juan was een saaier. Toen zeiden ze, weet wat, Jezus, we weten het niet, laat maar. Boake. Que men di nan a reconocer que Juan a predica con autoridad. Dus ze hadden erkend dat Johannes met autoriteit sprak. Consecuencia, hope de fariseo nan tava da bini pa tene Juan den desierto. En het gevolg was dat heel veel fariseeën in het naar de woestijn gingen om te luisteren naar Johannes. Finalmente a bim pa wordu bautisa. En vele van hun kwamen later om gedoopt te worden. And oki Juan wisen aan. En wat zei Johannes? Gewone zin, ja, badeawa. Had hij ze gewoon gedoopt, zo zonder niks te zeggen? Wat zei hij? Duna fruta kuta quadra ku arrepentimento. Laat vruchten zien die overeenkomen met bekering. Juist, we zitten weer Juan ayaman attention in 10 mandamento. Johannes had hun eigenlijk laten focussen op de 10 geboden. En de bisau, het is een mesunkos nostinguasi. En hij zegt hetzelfde moeten wij doen. Paduna e mensaje un sonido cierto, un sonido klaar. Om de boodschap een duidelijke geluid te geven, om het duidelijk over te laten komen. Vrees God en geef hem glorie, want de tijd van zijn oordeel is aangebroken. Hij zegt met oprechtheid wat de karaktertrek was van Elias de profeet. Juan el Bautista. En Johannes de Doper. Nos meste lucha pa prepara el camino pa Jesús su segundo venida. Moeten we strijden en werken om de tweede komst van Jezus voor te bereiden. Oké, ora con nos suac nos mes avemente. Als we naar onszelf kijken vanochtend.
Nosta sintigo nosta predica of papie con autorità? Voelen wij dat we preken of praten met autoriteit? Dat is gewoon een vraag voor ons om over na te denken. Ik denk er nu ook over na. We zitten bij wat te doen om palabras per vos saco deep down, vos mesmo da bíblico. Soms zeg je iets of geef je een woord, maar diep van binnen weet je, je leeft er niet naar. En dan vaak zeggen we, ja, maar je moet niet naar mij kijken, je moet naar Christus kijken. Het is een waarheid. Maar het is niet een gehele waarheid. Weet je wat Paulus zegt? Wat is onze leven? Een open boek. Een open boek. Een open boek. Als die mensen lezen het boek, wat lezen ze? Dan zeggen ze, oh, is dit de persoon die onze boodschap komt geven? We verwachten, dus we kijken, je moet naar je eigen leven kijken. Jij zegt, ik moet naar mijn kinderen kijken, terwijl jouw eigen kinderen... Jij zegt tegen me om de geboden te houden, terwijl jij zelf samenwoont en niet getrouwd bent. Die zie je dan staat ook. Buren weten alles. Ja, we zijn aan de wakker, we zijn aan de pagelus aan de cortina. Je weet, ze doen het licht uit, maar schuiven de gordijn op een kiertje. We keren naar ons aan, denk je dat ze het niet weten? Ze weten het. En toch, laat maar je zee. Laat dat maar. We in die nog steeds Zoom, toch? Hedendaags hebben we de Zoom, of gebruiken we Zoom. We zaten hier die avond al aan ons karen en bergen. Soms laat de duivel ons echt de schaamte staan. Bonsa meske Mike de Brie. Je weet niet eens dat de microfoon aanstaat. Ja, wat is er aan met de habre Mike lag en dan zaak in moeder. En dan zegt de duivel: oké, ik zet de microfoon aan, dan weet iedereen wie je bent. Kan we doen in studio, maar als je boom is. Je hebt hele goede Bijbelstudie gegeven. Dan wie zou wel lekker neerkomen. Dan zeg je: ach, laat toch. Jij is de laatste keer dat ik op Zoom ga. Dus met andere woorden, we moeten een niveau bereiken in ons christelijk leven. Dat we kunnen zeggen, vrees God en geef hem glorie, want de tijd van zijn oordeel is aangebroken. Weet je, een van de plannen van de Jezuïeten zijn, is... Die tieren kost den futuro. Om dingen in de toekomst te gooien. Of den pasado. Of naar het verleden. Als je denkt van Jezus komt over 2000 jaar. Denk je, ach, ik heb genoeg tijd. Laat me even een beetje kijken naar Reina del Sur, de koningin van het zuiden. Of een paar, nog 20 hoofdstukken. Of 20 dingen. Want je kan rustig aan doen, je hebt tijd. Not die urgencia. Er is geen spoed, er is geen urgentie. Pero Juan a predica con urgencia. Maar Johannes die sprak met urgentie. Repentí, pues el reino de Dios está cerca. Bekeer je, want de koninkrijk van God is er bijna. Waki. Kijk hier. Revisamos nuestro mensaje mesa tan directo manera Juan Bautista. Onze boodschap moet even direct zijn als de boodschap die Johannes de Doper preekte. El reprende reinan panan iniquidad. Hij had koningen berispt voor hun hun zondes. Denk je dat het voor niks is dat Johannes onthoofd werd? Hij was een hoe noem je dat? Een doorn in hun huid. Want hij berispte zonde elke keer als hij het zag. Maar hij leefde het wel. Kijk wat hij zegt. Mas ik peligro pa su vida e no abasila. Ook al was zijn leven in gevaar, hij hield niet op of hij veranderde de toon niet waar hij Gods woord preekte. Juist, nos obra dinge tempo aquí mister worden zie ik mis un fidelidad. Onze werken in deze tijd moet met dezelfde trouw worden gedaan. Awen kabinan. Maar dat is niet alles. Ik zei, wat we zeggen, kijk niet naar mij, kijk naar Christus, is een halve waarheid. Want hij zegt, zoals we de boodschap kunnen geven zoals Johannes het heeft gedaan.
Nós precisamos uma experiência espiritual maneira de Jé. Moeten we een geestelijke ervaring hebben zoals Johannes had. E mesmo obra precisamos lugar de nós. Dezelfde werken moet in ons plaatsvinden. Solamente sei, e devisa, nós precisamos contemplar Deus. Niet alleen zo, we moeten God leren kennen. Door die contempler. En als we dat doen. Door die contempler. Doordat we hem beschouwen, ja. Nós te perde nos mes foi vista. Dan raken we onszelf uit het zicht. Net als Galaten 2:20 zegt. Ja, ami no te vive mas. Ik leef niet meer. Sino Cristo te vive de mi. Maar Christus leeft door mij. Oké, okay. Avo mi da skip. Nu sla ik een paar over. Scorriendo un tiki, ora te bai mi dilante. All right. E tu vise sin aqui. Hij zegt als volgt. Promeco e angel grita, e angel de mensagero. Voordat de engel de boodschapper schreeuwde. E da representa ami e abo. De engel staat voor mij en voor jou. Chi comece tu mologa prometro vede nos. Wat moet er eerst plaatsvinden? E salimento for di oscuridad. Je moet eerst uit de duisternis stappen. Pabina e luz di Signor. Om naar het licht van de Heere te gaan. E nos mesen vor cana como iunan di luz. En we moeten lopen als kinderen van het licht. We zeggen deze, maar sombra e fruta di luz te consisti di turbondad, justitia e verdad. Want de vruchten van het licht bestaat uit al het goede, gerechtigheid en de waarheid. Juist. En dan skip bij naar Jezus. En ik ga naar 11. Er is een no participating obra nan infructivo di oscuridad. En neem geen deel in de daden van de duisternis. Sino más bien que nos tiene que obra en oscuridad. Maar wat moeten we doen met de daden van de duisternis? Exponeren. We moeten ze bekend maken. Oké. Okay. Como dan. Se expone oscuridad? Hoe kan ik duisternis dan laten zien aan anderen of ja. Als ik zelf in duisternis woon. Snappen we wat ik bedoel? Dat het tijd is geworden dat we kinderen van het licht zijn. Want kijk hoe de tekst begint. Er staat vroeger. Waren jullie in het duister? Que mijn pueblo mis de oscuridad ave que tu bai. Dus is het zo dat het volk nu nog in de duisternis moet zijn? Waar moet het volk van God nu zijn? In het licht. Dus wij moeten op het punt zijn om in het licht te leven. Wij moeten het licht kunnen, het pad kunnen belichten voor de mensen die in de duisternis leven. Zodat ze het pad zien en dat ze die ook kunnen volgen. Maar, kijk niet naar mij. Kijk naar Christus. Waar vinden ze Christus? Die persoon is in de duisternis. Ze hebben toch licht nodig. Ze hebben jou en ik nodig om het weg te kunnen vinden. Want wat, kijk wat God met de licht gedaan. Hij heeft ons bevrijd van de kracht van duisternis. Hij heeft ons overgezet naar de koninkrijk van zijn geliefde kind. Den kende nos die redención. En welke we verlossing hebben. E perdon di picana. En vergeving van de zonde. Oké. Okay. Oké, hier ga ik nu sneller. Nu is mijn tijd wel bijna voorbij. Dus, e iunan di Dios, iunan di luz. Dus de kinderen van God, de kinderen van licht. Nan tingu experiencia perdon di picana. Ze moeten vergeving van hun zonde ervaren. Nan tingu experiencia e liberación promé. Ze moeten eerst bevrijding ervaren. Paso wa komi po yama yende for di Babilonia, Revelation 18:4. Hoe kan ik iemand uit Babilonia roepen, Openbaring 18:4? Komi meta pega e ding spiritual. Als ik zelf vastzit in Babilonia. Wa e iglesia di Dios. De gemeente van God. Sorry. E iglesia di Dios nota Babilonia. Het gemeente van God is niet Babylonië. Dios establece aquí nan como verdad. God heeft het hier gezet als de waarheid. Pero está sacando en de Inca, toch?
Maar hij haalt mensen eruit en zet het erin. De mensen die hij erin zet, die moeten wel de waarheid accepteren. Want anders fysiek zijn ze eruit gestapt. Maar mentaal zijn ze nog daar vast blijven zitten. Maar hoe kunnen zij dan uit Babylonië gaan als jouw hoofd nog in Babylonië zit? Maar dit is hetzelfde wat Petrus preekte in de vroeger. Juist, wacht, dat er is één boodschap, het zijn er niet twee. Galaten 1:6-9 zegt er is maar één evangelie. Maar hij zegt, jullie zijn een gekozen ras, een echte priesterschap. Een heilige natie. Un pueblo peculiar. Een heilige gekozen volk. Wakkel. Paboso por proclamar. E alabanza di Jesus que chiama boso. For di scuridad. Non le chiama nostro vo. Nasso luz admirabel. Dat jullie het kunnen verkondigen. Degene eer kunnen geven die jullie heeft geroepen. Uit de duisternis om kinderen van het licht te worden. Oké. Dus de kinderen van God, de kinderen van het licht. Meester experiencia un experiencia de justificación por medio de fe. Moeten een ervaring hebben van gerechtigheid door middel van geloof. Na mese por vivir experiencia para mes. Ze moeten het leven, ze moeten het ervaren, ze moeten voor hunzelf. Y door a work una tin experiencia ei. En doordat ze die ervaring hebben opgedaan. Nam por bai y proclamar e alabanza. Kunnen ze dan naar buiten gaan en het gaan preken met vreugde. Van degene die hen heeft geroepen. Kunnen ze zij nu anderen roepen. Dus met God die licht is, er is geen duisternis in hem. Ik moet deze vers overstaan. Vaak houden we van preken. Maar zuster White zegt, we moeten minder preken. En meer leren. Voordat ik afsluit, ga ik je laten zien waarom. Hij zegt hier verder. Hopi apuntre, hermana White, kiko e mensaje di etres anger realmente ta. Velen hebben zuster White gevraagd, wat houdt de boodschap van de drie engelen eigenlijk in? Wat houdt het in? Het houdt in de boodschap van gerechtigheid door middel van geloof. Het is waarlijk zo als we de eerste boodschap van de eerste engel bestuderen. Oké, met dale na Engels, Pablo, dale na Spanjool, Pablo notele. Je hebt het Engels, je hebt het Nederlands, dan kan je dat noteren. Pablo falle. Spaans, sorry. Zodat het je niet ontgaat. Juist, awor. Ja. Ja, in boele. No. Not in tempo. Oké. Okay. Laat me gister eens een zakje den kortico, den kort. Ik geef een samenvatting van deze citaat. Akinanan E.T. Jones te visa. Hier zegt E.T. Jones. Ku promeku nos llama gente voor die Babylonia. Voordat we mensen roepen uit Babylonië. Nos mesra experiencia pa nos mes prome e poder di Dios. Moeten we zelf de kracht van God hebben ervaren. We hebben de hele veranderende kracht van God moeten hebben ervaren in ons leven. We moeten kunnen zeggen, kijk hoe ik was en kijk hoe God mij aan het veranderen is. Antes mitava data, mireki. Vroeger was het, zodra je tot me sprak, werd ik gelijk boos. Zonder mesora. Ging gelijk schelden of werd ik gelijk boos. Maar kijk hoe God mij heeft veranderd. Ja, e fruto di spirito te obrando di me. De vrucht van de Heilige Geest is in mij. Dus de boodschap van de eerste engel is geen theorie. Het is een experiencia. Het is een ervaring. Zie je dat? Mensen willen geen theorie.
Zij geloven in hun ding, net als wij geloven in ons ding. Wij hebben ook Openbaring 14:7, zij hebben ook hun teksten. Net als wanneer jij een vers hebt, hebben zij een andere vers voor je klaarzijn. Denk je dat wij de enige zijn die de Bijbel bestuderen? Of denk je echt dat wij de enige zijn die de Bijbel openen en lezen? Alleen wij weten teksten uit ons hoofd. Zij weten het ook. Maar die ervaring... Dat die mensage aki zo wat en je. Vind je alleen in deze boodschap. Daarom zegt God, kom ieder tot mij die moe en beladen zijn. Oké. Laat me lezen saki. Ik zal deze lezen. Dan gaan we verder naar het boek Korinthe. Oké. Edwisa como un persona... Una persona por anunciar el mundo y caída de Babilonia. Iemand kan inderdaad aan de wereld preken over de val van Babylonie. Y proclamar el espiertamiento contra la adoración de la bestia y su imagen. En waarschuwen tegen het aanbidden van het beeld van de beest. Y toch, el persona y no aguardo justificado por medio de fe en Cristo Jesús. Als die persoon toch niet gerechtvaardigd is door middel van Christus. Door geloof. En in hem niet de rechtvaardigheid van God heeft. Welke door middel van geloof door Jezus Christus is. Luister goed. Hij zal zelf ook een deel zijn van Babylonie. En uiteindelijk zal hij de beest en zijn evenbeeld aanbidden. Zien we hoe serieus dit is? Sintade iglesia di Dio. Zittende in de gemeente van God. Tinture buchi in anni spiriti profezia, Bijbel, commentario, kiko. Alle boeken van geest, profetie, Bijbel, Bijbelcommentaar. Commentaar de lesjes op school. Commentaar geven in de sabbatschoolles. Leader de iglesia. Leiders in de kerk. Whatever conospota. Wat we ook zijn. Pero toch uiteindelijk adorai bestia. Maar toch uiteindelijk het beest aanbidden. Wat Jesus dit in egi. Jezus zei, de Vader zoekt mensen die hem kunnen aanbidden in de geest en waarheid. Want het is waar, de waarheid komt van de Joden. Maar zelfs niet op deze berg of die andere berg zullen mensen de Vader niet aanbidden. Dus het gaat om de interessante zaken. Lutuliplein, Den Haag, teko. De Vader is niet geïnteresseerd of je naar Lutuliplein komt of Den Haag, dat is het niet. Het punt is, aanbid je mij in geest en waarheid. Of wat Jezus doet namelijk een lip service. Of geef je me gewoon een, ja. Lip service. Een lip service, dus gewoon nazeggen. Wat kan ik hier zien, die? Kunan boca, aan te adorami. Zo zei wat er in Jesaja staat, met hun lippen aanbidden ze mij. Maar wat gebeurt er met hun hart? Het is leeuw voor die me. Maar het hart is ver weg van mij. Kom mi poyamene voor Babylonie, si mi corazón de leeuw voor Dios. Hoe kan ik iemand roepen uit Babylonie als mijn hart of ik zelf nog in Babylonie ben? Daarom vandaag. Als de boodschap van de drie engelen ervaring is door middel van geloof. Ante hermano, vai de visavo nos iglesia non ta muriendo pa falta di enseñanza aquí. En zuster White zegt ons, onze gemeenten zijn aan het uitsterven door tekort aan de kennis van deze boodschap. Y otra verdad, nan. En andere waarheden. Dit is niet alleen zuster White die het zegt. Revelation 3 staan met de wie tegen. Openbaring 3, 17 en 18 zegt het ook. Conos como Laodicea de wie nos ta rico. Dat wij als Laodicea zeggen we zijn rijk. We staan goed in het leven. Maar onze toestand zegt naakt, arm en verward. Oké. Wat is het advies van God vandaag? Siendo con nos condición
tesaki. Wetende dat we ons in zo'n toestand bevinden. Wat in plaken pa compra? Heb je geld om te kopen? Oro por baba candela. Goud beproefd door het vuur. Bijbel de wijzen ons in Isaïas. Bijbel zegt ons in Jesaja. Het de wijzen ons tenegi. Hij zegt ons. Compra seca mi sin placa y sin prijs. Versículo 1. Hij zegt tegen ons in vers 1. Koop bij mij zonder geld, zonder prijs. Betekent dat je amber mago die nami met de nabu sen. Wees je nog wat de tovenaar zei? Ik geef je geld als je mij die macht geeft. Wat zei Petrus? Mogen je geld samen met jou verloren gaan. Denk je dat je de kracht van de Heilige Geest kan kopen met geld? Vandaag, het maakt niet uit welke positie je hebt in de kerk. Of... Of hoe lang je al in de kerk zit. Of quanto Bijbel we sa. Of hoeveel je van de Bijbel weet. E experiência e bo no po compre cu anha. Maar die ervaring koop je niet met jaren. Nem pessoa sa Bijbel fica vez. Niet omdat je ook niet als je de Bijbel uit je hoofd weet. Of nem pessoa de ZZP'er. Ook niet. Ook niet omdat je een ZZP'er bent. Com um job que job e aí. Hier werken, daar werken. Heeft geen zin. Het geld is niet genoeg. Jesus die bin compra binha e leite sem placa. God zegt kom wij bijna melk kopen zonder geld. Você sabe como vou comprar? Want hij weet dat ik het niet kan betalen. Hij moet het aan je geven. Juist. We zijn oude. Daarom vandaag. Dios te llama nos. God roept ons. Pa compra seca de ouro por baba candela. Om bij hem te kopen. Goud beproefd door vuur. Que representa fé e amor. Die staat voor geloof en liefde. Porque o evangelho aqui lo vou pregar como testemunho. Want deze evangelie zal gepreekt worden met een getuigenis. Naturnation. Met in alle naties. E fim lo llega. En het einde zal komen. E la miseria que sabe. Ik zal afsluiten met deze. Pois é, Jesus disse. Weet je wat Jezus zei? Na esaki hendelosa. Aan dit zal men zien. Kuboso tami discipula. Dat jullie mijn discipelen zijn. Si boso ti amor un pa cu otro. Als jullie liefde hebben voor elkaar. Nos por sigi visa jao e pa dilandi. No wak ami wak Jesus. Kunnen we vanaf vandaag blijven zeggen, kijk niet naar mij, kijk naar Christus? Of hende tingu mire amori di nos. Ze moeten de liefde van Christus in ons zien. Ah, no wak ami wak Jesus, Dios te amor, por mij Juan 4:8. Nee, kijk niet naar mij, kijk naar God. God is liefde, 1 Juan 4:18. Ah, bo, bo, bon amor. En jij dan, heb je geen liefde, ben je geen liefde? Suppose di ta amor. Hoor je niet liefde te zijn? E amor di ta, tunda suppose di biba dimbo. De liefde van de Vader hoort toch in jou te leven? Kijk niet naar mij, kijk naar Jezus. Engaño satánico. Dat is een leugen van de Satan. Oké. Okay. Nós te vai preparar o aqui para essa. We gaan ons voorbereiden voor gebed. Teme Deus e dê-lhe glória. Vrees God en geef hem eer. Danifica revelar o caráter de Deus através de nossa vida. Betekent Gods karakter openbaren door middel van ons leven. Als er vanochtend mensen zijn tussen ons, die zijn toestand heeft ingezien, we hebben vandaag gezegd, niemand is beter dan een ander. Romeinen 3:23, we komen allemaal tekort aan Gods glorie. Maar de Heer wil ons zijn glorie geven. Hij heeft ons geroepen om dan in zijn aanwezigheid te leven. En de vraag is vandaag. Willen we God eren of willen we tot het punt komen om hem te eren? Hoeveel van ons willen vandaag zeggen, God, ik herken mijn toestand. Die verdad, mi notava ta donavo gloria. Waarlijk, ik gaf jou niet de eer. Però avessi, aiutami pa donavo gloria. Maar help mij vandaag om jou eer te geven. Mi no por di mi mes. Ik kan niet van mezelf.
Pero vos palabra de visa. Maar jouw woord zegt. Tur cosmi por den Cristo que ende donerà mi fortaleza. Alles kan ik in Christus die mij de kracht geeft. Y agua de sunco avisa vai y no peca más. En jij zegt ga en zondig niet meer. So vos palabra tin poder. Dus jouw woord heeft kracht. Maar wie ze zei luz y luz aparece. Je zei laat het licht zijn en het licht kwam. Dus Señor está capaz para si turcos de nos. Basta nos que. Dus God is in staat om alles in ons te doen als we het maar willen. Ah, si vos quiere ave. Als je vandaag gelooft. Si mi quiere ave. Als ik vandaag geloof. Juan 40. Johannes 11:40. Luego mire gloria de Dios. Zal je de glorie van God zien. Nos que mire se de nos vida lang. Willen we dat vandaag in onze leven zien? We gaan onze hoofden buigen. Tare di amor ave merdia. O palabra, Señor, guardo trece, Señor, manera et parascibi. Va pone saque riba corazón, Señor, pero Señor, e deseo di votà, e angelo di votà ave, como pueblo por recibiele, Señor, e si mia aqui, pa e por caide in bontera. Señor, no laga con nosotros mera escucha donan so, pero sino también práctica donan de vos palabra. Vese, Señor, ave, nos no tin poder de nos mes pa práctica vos palabra. Da vese, Pablo, vise, clacla, de Filipenses 2:13, cu ave de sunco ta obra de nos, tanto pa quer como pa hasi, según vos bon voluntad. Así es de nos, ave, tata. Nostra reconoceco nostra laudicea, nostra reconoceco nostra frio nicaiente, nostra reconoce ave nostra pobre, ciego, miserable y sonu, pero nos not in placa pa cumpra oro pur base candela cerca votata. Peseiva bisa nos ave, gratuitamente nos loaia e oro pi ba pa candela aqui, uta fe y amor, e un juente pa nos vonan, para nos por mira, para nos por discernir entre lo que está correcto e incorrecto, tata. Danke, Señor, ave mejinta. La que mensaje a que tata porte un influencia de corazón en ave mejinta y por vida práctico de nos vida na modo que nos también por comenzar a predicar por mi ángel. Seguí por el 2, seguí por el 3 y finalmente Revelación 18:1 nos lo ilumina tera cubo gloria, tata. Danke, Señor, Dios Tata. Nos agradecivo en el nombre de vos justima, Cristo Jesús. Amén. Ave merdia, nos da dona toda honor y gloria a Dios. Vanmiddag geven we alle eer en glorie aan God. Yo mando Dios danke para el mensaje que la prepara. We danken God voor de boodschap die hij heeft gebracht door onze broeder Steven. En nos quiere llamar danke na cada uno que ave a congregar con nos también. We danken ook aan ieder die vandaag aanwezig was. En nos invita cada roman, cada visita. En we nodigen elke broers en zussen, elke bezoeker voor volgende week. En we gaan saliendo, cantando e cantica di salida. En we gaan onze uittochtslied zingen. Y nuestra guarda pa e diácono an despedirnos. En we wachten totdat de diácono ons naar buiten leidt. Long day.
Grande día.